even het vet vergeten, dan gaat op een gegeven moment het vlam in de pan ontstaan. En wat doen we hier dan? Dan is het niet de bedoeling dat je daar water op gaat gooien, maar dat je juist de vlammen dooft met een deksel of met een vochtig gedoe. Maar enfin, wat gaat er dadelijk gebeuren? We hebben het pannetje inmiddels opgestookt, we zitten heerlijk lekker op de bank, te genieten van het tv-programma, we vergeten het pannetje en uiteindelijk gaat de brand ontstaan. Collega's van de brandweer, nu mag u de demonstratie beginnen met die pannetje. Dus, u schrikt een beetje wakker, want er komt een beetje rook. En dan zei u pakt een glas of een emmer water en u wil dat over uw pannetje heen gooien. Nou, dan gaan we nu het effect zien van het water op olie. Nou, voor degenen die lekker dichtbij stonden, is het heel erg warm geworden. Met name daar voor de politiewagen. Ja, als je even je vinger in de lucht houdt, dan weet je op welke kant de wind uitkomt, dan weet je dat je dat in de fiets staat. Maar dames en heren, zoals u al ziet, als u een mooie keuken heeft, u vergeet het om het pannetje uit te zetten, dan kunt u weer de nieuwe keuken opstellen bij de keuken liggen. Want uw keuken bent waarschijnlijk alleen maar best wel geluk hebben. Zitten al die vingertjes nog aan de hand en bent u niet zo goed op. Maar ik kan genoeg momenten benoemen waar ik zelf bij betrokken ben geweest, waar mensen dit vergaten. En ik zorg mensen naar ziekenhuis moeten vervoeren, omdat ze rook in hebben gehaald of dat ze zwaar. Dit is de consequentie als je dus water op olie gooit wat in brand staat. We gaan er weer. En dat was dus een nieuwe keuken van Ikea. Oh, sorry.